deze vrolijke kerstmannen vandaag zomaar tegen kunnen komen in onze provincie. De motorrijders doen mee aan de Santa Claus is Coming to Town toertocht. Ho, ho, ho. Een vrolijke bedoeling, maar wel met een serieuze ondertoon. Want de mannen halen geld op voor het Prinses Maxima Centrum, waar kinderen met kanker behandeld worden. Voor Erik van der Laan uit Heerhugowaard is de tocht beladen. Mijn zoon, ja, loopt weer vol. Die is afgelopen juni overleden, eind juni. En die had een hersentumor. Die heeft er 2 jaar mee gevochten. En die heeft 2 jaar lang is hij bijna in kind in huis geweest in het Maxima ziekenhuis. Dat is de reden eigenlijk waarom ik nu voor het Maxima geld aan het inzamelen ben. Ja. En er is behoorlijk wat geld opgehaald. De teller staat al op 10.000 euro. Uit eigen ervaring weet Erik dat het geld goed terecht komt. Ja, dat is een hele mooie plek voor de kinderen ook. Want het heeft geen ziekenhuisgevoel als je daar bent. He, ook al liggen er heel veel kinderen aan slangetjes. En ja, voor de medicatie, ja, dat is nou eenmaal zo. Maar het gaat er heel anders aan toe. Ja. Vanwege de coronacrisis mag de toertocht officieel niet doorgaan. De angst bestaat dat er groepsvorming ontstaat. Toch mogen motorrijders op eigen houtje en in kleine groepjes wel gewoon meedoen. En daar geven veel deelnemers gehoor aan. Ja, wij moesten als organisatie de stekker eruit trekken. Maar heel veel motorrijders gaven meteen aan van wij gaan de rit gewoon rijden. Wij hebben kerstmannenpak, we hebben de motor versierd en we doen het allemaal voor het goede doel. En toch dus met een lach en een traan. Met wat gevoel rijdt u zo meteen rond? Ja, trots. Ja, terugdenken aan dubbel. Alles is dubbel eigenlijk. Ja.